Het was maandag Wild West in Nijmeegse wijk Malvert. Toen is er op de auto geschoten door de agenten. Die auto die is er vandoor gegaan, heeft in de vlucht nog een omstander geraakt. Die is helaas gewond geraakt. En verder in het nieuws vandaag, grote opknapbeurt voor molen in Valburg. En Afrika Museum viert alvast Kitty Kotti met jaarlijks festival. De politie onderzoekt een garagebox aan de 62e straat in de Nijmeegse wijk Malvert. Vannacht vielen ze deze garagebox binnen nadat er een melding kwam over een mogelijke inbraak. Na de inval, een vlucht en een aantal schoten vanuit de politie bleek er toch iets meer aan de hand te zijn dan slechts een inbraak. We kregen vannacht een melding van een verdachte situatie. De agenten zijn daarop afgekomen. Er is toen met hoge snelheid een auto uit een garagebox gekomen hier. En toen is er op de auto geschoten door de agenten. Die auto die is er vandoor gegaan, heeft in de vlucht nog een omstander geraakt. Die is helaas gewond geraakt. En nu zijn we nog bezig met het onderzoek. Dat heeft ermee te maken dat er verdachte spullen zijn aangetroffen. Mogelijk explosieve materialen. En daar is de EOD op dit moment mee bezig. De persoon die gewond geraakt, die is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe dat nu gaat, daar hebben we helaas geen informatie over. Dat mogen we niet delen vanwege privacy. En wat diegene daar deed, dat maakt deel uit van ook de vragen die wij aan diegene gaan stellen. Om te kijken welke rol diegene voor ons had. Nou, op dit moment gaat de Rijksrecherche daar onderzoek naar doen. Omdat er sprake is van schieten door politie. Dus dat onderzoek moeten we eerst afwachten om helder te krijgen wat er precies gebeurd is. En hoe dat gegaan is. De explosieve opruimingsdienst die gaat nu aan de gang. Zodra zij klaar zijn, kunnen wij weer verder onderzoek doen op de locatie. Daarnaast onderzoeken we nog een auto op een andere plek. En dat kan nog wel enige tijd in beslag nemen. Wat er vannacht precies is gebeurd in de Dukenburgse wijk is nog onduidelijk. Het onderzoek moet nog veel gaan uitwijzen en daarvoor is de politie op zoek naar getuigen. Op dit moment is er nog niet zo heel veel aan te vullen daarover. Want we zijn vooral ook nog op zoek naar informatie. Dus als mensen informatie hebben, omdat ze misschien iets gezien hebben of iets gehoord hebben. Of misschien beelden hebben gemaakt uit de omgeving. Dan horen we dat nog vooral heel graag. De bewoners van de flat zijn gevraagd hun woning te verlaten. Ze konden terecht bij de locatie van de gemeente in Dukenburg of naar vrienden en familie. Eén ding is zeker. Deze nacht en ochtend heeft veel indruk op hen gemaakt. Nee, ik had vannacht wel zoiets van, ik kan geen oog dicht doen. De hele tijd nadenken. Je hebt wel zoiets van, nou, als dit nu al zo gebeurt, ja, wat verder? Dus ja, het geeft geen fijn rustgevoel, nee. De molen Nieuw Leven in Valburg moet gerestaureerd worden. 12 juni is deze restauratie van start gegaan en vandaag is er al een hoop gebeurd bij de molen. Mensen uit de buurt zagen vandaag hoe het bovenste deel van de molen werd getild. Deze molen is oorspronkelijk gebouwd in 1750. Stond op een andere plek dan de huidige plek en is eind jaren 90 verplaatst en hier weer opgebouwd na een flinke restauratie. Nu wordt de molen opnieuw gerestaureerd. Vorige week zijn de voorbereidingen gestart van de restauratie en vandaag worden de eerste werkzaamheden uitgevoerd. Vandaag worden in ieder geval de roeden worden uitgenomen, dat is het wiekenkruis. En daarna wordt de kast van de molen, het hele molenhuis, wordt van de standaard getild en in de wei naast de molen, naast de onderbouw geplaatst, zodat men de standaard kan uitnemen. En waarom moet dit allemaal gebeuren? Die standaard die is gebleken dat die van binnen verrot is en die zal moeten worden vervangen. We hebben ervoor gekozen om een zogenaamde spookstandaard, om die nu te gaan gebruiken. Dat is eigenlijk een stalen prothese en die wordt bekleed met de twee delen van de huidige standaard. De huidige standaard die wordt doorgesneden, wordt uitgehold en die wordt tegen die stalen prothese aangemaakt. De restauratie zal na vandaag niet afgerond zijn. In de komende 6 maanden gaat er een hoop verbeterd worden aan de molen. Ja, er moet naast dat de standaard moet worden vernieuwd, worden ook het wiekenkruis wordt vervangen. Die worden op dit moment zijn die in productie. Daarnaast zit er nog in de molen een enorme dikke balk. De steenbalk, ook daarin is rot geconstateerd, maar die kan gerepareerd worden. Dus, en
als straks weer het molenhuis erop kan en de roeden worden weer in geplaatst, dan moet daar wel allemaal hekwerk op gemaakt worden. Dus allemaal houten latten, zoals de wieken normaal gesproken eruit zien. Dus het is een proces dat zal toch wel een half jaar in beslag nemen. Zometeen in het RN7 regionieuws. Op 1 juli vieren we de afschaffing van de slavernij tijdens Kitty Kotti. In het Afrika Museum waren ze er al vroeg bij en dit werd zaterdag al gevierd met een festival. Vorige week zaterdag hebben enkele mannen verschillende adressen bezocht in Neder-Asselt, waar ze zich voordeden als collectanten voor goede doelen. Dit meldt Neder-Asselt Nieuws. Uit camerabeelden is gebleken dat ze bij verschillende woningen naar binnen hebben gekeken om te controleren of de bewoners thuis waren. Er is aangifte gedaan bij de politie die zaterdagavond ook door het dorp heeft gereden. Buurtbewoners roepen elkaar op om de beelden op beveiligingscamera's te bekijken en een contactpersoon in de buurtapp op de hoogte te stellen als hierop iets te zien is. Een petitie in Mook die zich uitsprak voor woningbouw met groen in plaats van de uitbreiding van de parkeerplaats bij de Jumbo kan al rekenen op steun van 460 inwoners. De brede steun tegen de parkeerplaatsen is voor GroenLinks een reden om te overwegen om een motie in te dienen. Hiervoor moet eerst bekeken worden hoe de gemeenteraad en het college tegenover de plannen staan. Het is al wel bekend dat de gemeente via een bepaalde regeling ook zonder schriftelijke wijziging van de bestemming kan instemmen met een nieuwe parkeerplaats. Een schrik voor bezoekers van het Waalstrand in Nijmegen zaterdagmiddag. Een onderdeel van de Waalbrug is naar beneden gevallen, zo bevestigt Rijkwaterstaat. Een van de bezoekers van het Waalstrand zegt dat het onderdeel van de brug op enkele centimeters van haar en andere bezoekers terecht kwam. Aankomende week gaan Rijkswaterstaat en de gemeente samen kijken wat er precies naar beneden is gekomen en hoe dat heeft kunnen gebeuren. Zover nu bekend is er geen gevaar voor het verkeer op de brug. Op 1 juli vieren we Kitty Kotti. Het is dan 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland werd afgeschaft. In het Afrika Museum in Bergendal waren ze er vroeg bij, want hier vond afgelopen zaterdag al het Kitty Kotti Festival plaats. Jaarlijks komen mensen van heinde en verre naar het museum, natuurlijk om te herdenken en te vieren, maar vooral om elkaar weer te ontmoeten. Ja, 1 juli is natuurlijk inderdaad de officiële datum waarbij het slavernijverleden herdacht wordt en tevens de afschaffing daarvan gevierd. Hier vieren we het inderdaad nu in dit weekend en ja, ik zou zeggen, waarom niet nu? Het is dicht op de datum, er zijn zoveel activiteiten op 1 juli, dus ik denk dat dat een hele mooie gelegenheid is. Het is niet de eerste keer dat het festival wordt georganiseerd. Voor jong en oud is er wat te doen. Het wordt al jaren georganiseerd, staat ook heel goed bekend. De touringcars komen dan letterlijk ook deze kant op. Dat is leuk. En wat staat er allemaal te gebeuren deze middag? Ja, wat niet. De middag opent met een plengoffer. Dat is een ceremoniële handeling eigenlijk door Mirjam Markelo. Na de opening heel veel aanbod aan muziek en dans van verschillende groepen. Maar daarnaast ook wel workshops. Bijvoorbeeld in Angisa maken. Dat is die mooie hoofddoek, die Surinaamse hoofddoek die dan op verschillende manieren gedragen kan worden. Dus daar is uitleg over. Lezingen. Workshop okra soep maken. Je kan een rondje lopen over de food- en non-foodmarkt. Kinderen kunnen hun butten maken en nog veel meer. De bezoekers van het festival komen vanuit het hele land. Sommigen zijn er al vaker geweest, maar voor anderen is het de eerste keer. We zijn met de hele groep. We zijn met een vereniging, een seniorenvereniging, Bellamy, vanuit Amsterdam-West. En dit is altijd een speciale dag voor ons. Onze excursie naar het Afrika Museum. Gezellig. Ik moet zeggen, ik kom voor het eerst hier omdat mijn hele familie hier zit. En altijd leuk over gesproken, maar ik maak het voor het eerst mee. En dat vind ik leuk. Het is voor ons de eerste keer. Ja? Mijn moeder is een aantal malen geweest en die gaf aan van kijk luister, jullie moeten ook komen. En vandaag zijn we dus gekomen om te kijken. En het is indrukwekkend, moet ik zeggen. Ja, heel veel mensen. Okay. Het festival gaat voornamelijk om het herdenken van de slavernij en de bevrijding daarvan te vieren. Mensen vinden het belangrijk om gebeurtenissen uit het verleden door te geven aan de volgende generatie.
Komen? Mijn kleinkinderen zijn mee, omdat ik ze ook dit wil meegeven. Hè? Het is een stukje cultuur, het is een stukje belevenis voor hun. En dat vind ik geweldig om over te dragen. Het gouden randje is er inmiddels wel vanaf als we naar het weer kijken. Vandaag overdag was het nog goed te doen met zo'n 25 graden in de regio. Vanavond blijft het nog droog, maar trekt er wel meer bewolking in het land binnen. Vannacht zijn er dan ook enkele buien en kan het erg benauwd worden. Morgen start de dag in eerste instantie droog en is er een mix van zon en wolken. In de loop van de middag krijgen we vervolgens te maken met stevige regen en onweersbuien die vanuit het zuiden over onze regio zullen trekken. Hierna zal het woensdag opnieuw een zonnige dag worden met hoge temperaturen rond de 27 graden. Donderdag is er in onze regio opnieuw kans op stevige buien en doet de temperatuur een stapje terug. Daarna wordt het weer warm zomerweer. Tot zover het RN7 Regio Nieuws. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl en al onze uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar de streek in en wij zijn er morgen weer. Graag tot dan!